Bestemming Onbekend is een programma waarin ik mensen op het vliegveld uitdaag om de tickets die ze geboekt hebben, dus de geplande reis, op te geven voor 2 tickets met een onbekende bestemming. Ik kan jullie een andere bestemming bieden. Een reis die niet makkelijk is, best pittig. Maar ook een reis waarvan je achteraf gaat zeggen, wow, dit was echt een ervaring om nooit te vergeten. In de eerste aflevering bijvoorbeeld sprak ik Tom en Niek aan. Ze waren van plan om een lang weekend naar Praag te gaan. Lekker biertjes drinken, uitgaan, feesten. Lekker gezellig. Nou, ik kom voorbij en ik bied ze dan inderdaad op een gegeven moment 2 tickets aan. En ik zeg erbij, jongens, ik kan niet vertellen waar het naartoe gaat. Ik kan wel zeggen dat het een pittige reis is, niet makkelijk. Maar ook een reis waarvan ik zeker weet dat je achteraf zal zeggen, dit was echt een unieke ervaring. Een reis om nooit te vergeten. Ja, en dan is de vraag, doen ze het wel of doen ze het niet? Laat me open dan. Ja, met de eer? Ja. Jullie gek. Nee. Hoppa, dat is een goede keuze, hé. Wat zien jullie? Tom en Niek besloten om de gok te wagen. Ze zouden naar Praag gaan en ze mochten de envelop openmaken en daar stond op Brazilië. Yes, yes, goed gegokt. Helemaal blij waren ze. Maar wat ze niet wisten is dat ze een paar dagen later in Belo Horizonte, de derde plaats van Brazilië, tussen de straatkinderen zouden staan. Dat was wel even een heftige confrontatie voor ze. Tom en Niek moesten in eerste instantie echt even slikken. Ze hadden gewoon iets totaal anders verwacht. Ja, en voelden zich wel een beetje erbij gelapt. Ze dachten, we gaan lekker op vakantie in Brazilië. We komen terecht bij de straatkinderen. En dat duurde echt wel eventjes voordat ze zover kwamen. En op een gegeven moment heb ik een gesprek met ze gevoerd. En ze gevraagd van, jongens, hoe staat het ervoor? Ja, ja, is toch wel heel anders dan we verwacht hadden. Hoe is ie? Goed. De jongens hebben schrik. Ja? En jij? Ja, ik vind het moeilijk. Wat maakt het lastig? Ja, dat dit toch niet eigenlijk het plan was waarvan wij vrijdag van het vliegveld afgingen. Ja. Teleurstelling. Dat heb ik 100 keer aangegeven, maar het zijn gemengde gevoelens. Het is supergoed om die kinderen te helpen, dat vind ik de goede kant. Wat is de slechte kant? Ja, de slechte kant dat dit niet helemaal ons ding is gewoon. Ik vind het wel even best, denk ik. Bestemming Onbekend is echt een programma wat je moet kijken, al is het alleen maar om de achtergronden van het programma. Dat ik mensen een uitdaging mag aanbieden die hun leven echt verandert. Want daar ben ik van overtuigd. Als je geconfronteerd wordt met de ellende van een ander, ja, soms hoe kom ik rond op een dag, 1 keer per dag eten, of kinderen die de hele dag op straat leven. Die ervaringen neem je mee en dat zorgt voor een unieke verandering bij onze kandidaten, bij de mensen die ik aanspreek op het vliegveld. Maar tegelijkertijd denk ik dat het als kijker ook wat met je zal doen.